sports. It's in the game. Mensen, welkom en welkom terug bij de FIFA 19, de Graafschap Career Mode. Mijn naam is Dweenster en dit is de finale. Dit is aflevering nummer 20. We gaan even kijken naar het schema voor vandaag. We hebben nog 2 maanden te gaan. 5 wedstrijden zitten in die 2 maanden. We gaan er 3 spelen. Ja man, dit is de finale. We spelen de wedstrijden. Laten we even kijken. We spelen de wedstrijden tegen Vitesse, FC Groningen en ADO Den Haag. Dus we simuleren de wedstrijd tegen Ajax en Excelsior. Oké, dit is heel belangrijk voor ons. We zitten nu in de top 10. Even kijken. Ja, Excelsior kan op 38 punten komen als ze de volgende wedstrijd winnen. Ja, de kans is groot. Ik weet niet tegen wie ze spelen trouwens. Tegen Ajax. Oké, de kans is groot dat Excelsior niet op 38 punten komt. En dan blijven we... We blijven sowieso in de top 10, maar dan wat steviger. Even kijken. Ajax en PSV is echt een spannende strijd. Het verschil is maar 2 punten tussen die 2 clubs. AZ, Vitesse en FC Groningen zullen strijden om plek nummer 3. Eerste verslag. We gaan naar Zem Hendrik zijn verslag. Hij is in Canada. Ik zie er eentje. Afwijzen. Nee, dit is goed genoeg. Afwijzen. Helaas, er is niks in Canada. We gaan naar... Waar gaan we heen? Baptiste Belcourt is in Portugal. En ook weinig in Portugal. Deze... Ja, deze kunnen we wel. Helder, Bastos. Contracteren. Afwijzen. Deze. Nee, jammer. Afwijzen. Waarde is allemaal te laag. En de laatste is natuurlijk in Schotland. En misschien Patrick. Afwijzen. Patrick McKenzie. Potentie tussen de 63 en 85. Dat kan misschien veranderen. Dus misschien moeten we hem gewoon contracteren. En dan kijken we of zijn potentie omhoog gaat. Niet genoeg salaris. Oké, okay, wanneer? We zijn toch klaar voor deze ronde als het goed is. Tenzij, nee. De eerste wedstrijd van deze aflevering. Dit is de finale. We staan momenteel op plek nummer 9. Dit zijn de 11 die het gaan opnemen tegen Vitesse. Dit is de finale, zoals ik al zei, de finale aflevering. Gabou op doel. Afanainu speelt nu als linksback. Owusu is op de rechtsback gezet. Omdat ik wist niet, Owusu is een rechtspoot. Geen linkspoot, dus ik snap er sowieso niks van. Mijn fout. Maar goed, Van der Pavert en Abena als centrale verdedigers. Trouwens, dat betekent dat Smits weer op de bank is komen te zitten. Hij speelde de afgelopen wedstrijden als rechtsback. Vet en Klaassen als verdedigende middenvelders. Doan als aanvallende middenvelder. Hamdawi als linksbuiten. Dekker als rechtsbuiten. En Hamo in de spits. Mensen, ik weet niet man. Vitesse is een goede ploeg. 4 minuten ultiem. We zijn op de Vijverberg. Dit zijn belangrijke dagen voor de Graafschap. Vorig seizoen eindigden we als 13e of zo. 13, 14. In ieder geval buiten de top 10. Dus we hebben wel stappen in de goede richting gemaakt. Tim Matafs, laatste 3 wedstrijden, 4 doelpunten. Oké, okay, dat hebben we daar weer tegen. Dankjewel. In ieder geval, dus deze dagen zijn gewoon heel belangrijk voor ons. Deze aankomende wedstrijden zijn heel belangrijk voor ons. Ik wil echt een paar goede aankopen doen volgend seizoen. Echt waar. Sowieso de verdedigende middenvelders, Vet en Klaassen. We moeten echt betere spelers op die positie hebben. Die posities hebben ons heel veel punten gekost. De 11 van de Graafschap kennen we natuurlijk al. Op de bank De Hano, Dijkstra, Bodu en de rest. Hamel in de spits. Ik heb nog niet gescoord met Hamel volgens mij. Dat is best wel jammer. Ook volgens mij niet met Doan. Wel met Hamdawi. Dekker is een bloedje voor hem. Vet en Klaassen vallen tegen. En ja, de verdediging is matig. Maar ja, wat verwacht je? We hebben natuurlijk gewoon nog steeds spelers waarvan ik weet... die gewoon eigenlijk op de bank horen te zitten. Maar ja, we hebben niet beter. We hebben gewoon niks beters. Vitesse
Van de Werf, Serrero, ja, goede speler. Mataf natuurlijk, Berens, Linsen. Voor is op de bank waarschijnlijk. We gaan naar de wedstrijd. Vitesse komt er goed uit. Vitesse met Serrero. Serrero natuurlijk heel veel ervaring ondertussen in de Eredivisie. We hebben de rechtsbuiten staat open. We hebben een kans. Bodu. Gebodu. Gebohu. Gebohu. Sorry. Gebohu met de goede redding. Wat een kans hier voor Vitesse. Het was Linsen. Linsen is een goede speler. Maar de redding mag er wezen. En we hebben weer een kans voor Vitesse, jongens. Ziet er niet goed uit. Klaassen. We zien dat Doan wat ruimte heeft, jongens. Hamel! En buitenspel. Hamel moest niet... Ik snap niet, die positie van Hamel. Hij had niet zo... Ja, gewoon slecht gedaan van Hamel. Plus hij kon het niet eens afmaken. Oké. Hamel met een mooie kans. Dit moet er zijn. Doan. Doan. Ritsu Doan met het eerste doelpunt. Tenminste wat ik met hem heb gemaakt. Wat een goal. Wat een paas trouwens van Hamel. In de wedstrijd dat ik zei. In de wedstrijd dat ik zeg dat hij eigenlijk wel een beetje tegenvalt. Geeft hij een beslissende assist op Doan. De spelers die ik heb gehaald. Hamel en Doan connectie. Wat een... Hij heeft hem echt mooi afgemaakt. Man. Ik stotter gewoon. Ja, de keeper kwam er gewoon echt niet bij. De keeper kwam er gewoon echt niet bij. En we staan voor met 1-0 tegen Vitesse. Het is verdiend, want we zijn wel gewoon beter. Owusu. Owusu moet de flank gaan. En slechte aanname dekker. En we hebben natuurlijk dan weer een kans voor Vitesse. Vitesse, Adams, ja, het was een moeilijke bal, ik wist niet zo goed wat ik ermee moest, maar we hebben nu Linsen, Linsen, we moeten misschien op de handrem, voor, oh, wat ongeluk. We moeten gaan wisselen. We kunnen het niet meer aan. We moeten wisselen. De mannen die erin gaan komen. We brengen Bakker en Smits op het middenveld. We hebben echt dat nodig. En we brengen De Haan. Doan is op. De wedstrijd is bijna voorbij. Drie dubbele wissel. Hele middenveld gaat eraf. Doan, Vet en Klaassen. En wat meer verdediging. Wedstrijd is voorbij. We winnen van Vitesse met 1-0. Ik had sowieso niet verwacht dat we deze wedstrijd zouden winnen. Dus die drie punten die wij hier toch wel hebben gestolen van Vitesse, moet ik zeggen. Wauw, belangrijke punten, man. Belangrijke punten. De eerste wedstrijd winnen we dus met 1-0. En Doan is man of the match, maar ook Hamel verdient. Ik kan wel zeggen Hamel en Doan, want die paas was nog mooier. Dan het doelpunt. 1-0 voor de Graafschap. De volgende wedstrijd is uit tegen Ajax. Natuurlijk gaan wij deze wedstrijd simuleren. Gewoon het eerste elftal. Dus we gaan even kijken hoe we het doen tegen Ajax. We hebben de vorige wedstrijd tegen Ajax verloren met 3-1. Dat weet ik dan weer wel. Niet echt, ik had gewoon even net gespeakt. Maar goed, maakt niet uit. Er gebeurt nog niet veel. Er gebeurt best wel veel. Van de Beek scoort voor Ajax. En zo gaan wij beginnen aan de tweede helft. 1-0 voor Ajax. Is er een late treffer in huis voor de Graafschap? 10 minuten te gaan, kom op. 1-0, een magere overwinning voor Ajax op de Graafschap. Ik ben trots op mijn spelers. 1-0 is toch wel een goed resultaat. Tegen Ajax thuis in Amsterdam natuurlijk. We kijken even naar de stand. Ajax op plek 1 met 73. PSV laat Ajax niet gaan. Heeft 71. AZ, Vitesse allebei nog
evenveel punten, 56. FC Groningen haakt een klein beetje af. Heeft nu 4 punten minder dan AZ en Vitesse. Feyenoord, het gaat met Groningen en Feyenoord, is maar 6 punten. Dus daar kan ook nog van alles veranderen. En ook PEC Zwolle doet daarin mee. Wij zijn iets te ver weg, maar wij zitten wel op plek 8. Fortuna Sittard op plek 9 met evenveel punten, oké. Okay. Even kijken, Heerenveen op plek 10 met 39. Dus het wordt weer krapjes. Want als je kijkt, oké, okay, we zijn nog net buiten zicht van FC Utrecht. Want die, dat verschil is 4. Maar Fortuna Sittard en Heerenveen, het gaat lastig worden. Het gaat heel lastig worden. We hebben gelukkig de eerste wedstrijd van deze aflevering gewonnen. We gaan tegen Groningen. We gaan tegen Groningen. Volgens mij Groningen op plek 5. Oeh, Groningen is een goede ploeg. Iedereen is fit, behalve Hamdaoui. Oké, misschien moeten we hem gewoon op de bank zetten. We gaan even kijken. Voor de wedstrijd tegen FC Groningen, de Bohu op doel. Afanainu als linksback. Van der Pavert en Abena als centrale verdedigers. Owusu als rechtsback. Vet en Klaassen als verdedigende middenvelders. Doan als aanvallende middenvelder. Hamdaoui. We starten met De Haan. Hij is gewoon fitter. Even kijken. De Haan dus als linksbuiten. Dekker als rechtsbuiten en Hamo in de spits. 4 minuten ultiem, we gaan tegen FC Groningen, de nummer 5 op dit moment. We spelen thuis op de Vijverberg. Dit is nog een thuiswedstrijd. Deze is tegen FC Groningen. Te bekijken speler Ritsu Doan, 21 jaar pas. Is echt wel een goede speler die wij hebben gehaald. Dit is hem dus, Ritsu Doan. En zoals ik al zei, we spelen tegen FC Groningen. FC Groningen is de nummer 5. En het gaat een lastige wedstrijd worden voor ons sowieso. We hebben ondertussen wat wijzigingen gemaakt in de verdediging. Afanainu is nu de linksback. Owusu is de rechtsback. En best wel... Best wel apart dat ik nu pas weet dat Owusu een rechtspoot is. Maar goed, maakt niet uit. We zitten op plek 8 op de ranglijst. Wacht. Sergio Pat op doel. Warme dame Anouar. Even kijken op de bank. Oké, ja, ik weet niet. Ik weet niet wat ik moet verwachten van deze wedstrijd. Paul, ik ken hem niet, maar goed. Mendes Moreira. Ze doen het goed. Ze staan op plek 5. Niet zomaar. Het is einde van het seizoen en ze staan nog steeds op plek 5. Dus dat betekent dat ze gewoon goed presteren en een goede ploeg hebben. We gaan beginnen aan de wedstrijd tegen FC Groningen. De ene laatste wedstrijd. Doan. Wauw. De paas kan nog slechter. En het is een doelpunt. Is het Hamo? Ja hoor, het is Hamo. Vorige wedstrijd de eerste van Doan, tenminste voor mij. Deze wedstrijd met Hamo, de eerste, tenminste voor mij. 1-0 voor de Graafschap. We spelen thuis gewoon goed. Hamo. Ja, dat is waar. Kijk, zijn afmaken is 82. Dat is gewoon goed. Sowieso voor de Eredivisie. En hier zie je, de keeper staat. Ja, de keeper kwam er niet goed genoeg bij. Hamo met een goal voor de spits, man. Pierre Hamo. Ik was er bijna zijn tweede naam, zeg ik maar niet. 12e doelpunt in de Eredivisie. Oké, we houden eventjes onze mond. Brei. En daar komen ze heel makkelijk uit. Hey! Wauw! Barreto achterin, helemaal opengelaten door Afanainu. Dat is gewoon niet de bedoeling. Dat had gewoon de 1-1 kunnen zijn. Hamo verliest de bal. Iets te gemakkelijk. Van der Pavert. Goed hersteld. Doan. Doan ging de verkeerde kant op. Vet met een doelpunt. Vet met de 2-0 voor de Graafschap. Is de wedstrijd voorbij? De wedstrijd is voorbij. We hebben nog maar 1 helft te gaan en we staan op 2-0. Waar komt dit vandaan? Einde van het seizoen. We spelen wel... Oké, de 2 wedstrijden die we spelen zijn wel thuiswedstrijden. En dan,
horen we natuurlijk wel wat beter te zijn, maar... We hebben de verdediging iets aangepast. Doan op het middenveld natuurlijk. Hamel in de spits dus. Eindelijk werpt het zijn vruchten af. Eindelijk presteren we daardoor beter. Ai. En de bal weer kwijt. Afanainu. Goeie aanname. Dekker, moeten maken. Het is afgelopen. Wauw! Dekker, na zo lang scoort hij weer eens een doelpunt. De jeugdspeler met zoveel potentie. Sowieso een speler die volgend seizoen verkocht gaat worden. Maar we hebben FC Groningen gewoon kapot gespeeld. Dit doelpunt is wel echt mooi. Kruising. Natuurlijk Sergio Pat kan er gewoon niet bij. En we gaan deze wedstrijd sowieso niet verliezen. Sowieso niet gelijk spelen. Wat ik wil zeggen is, we gaan deze wedstrijd gewoon winnen. We kunnen gaan wisselen. We gaan mannen een beetje sparen. Doan gaat er sowieso uit. Plattevoet mag wat minuten gaan maken. We zetten Dijkstra erin, want hij wou heel graag spelen. En Hamo gaat eruit voor Bodu. Ja. Dijkstra natuurlijk, het jongere broertje van. En dat is dan weer jammer. En dat is het. 3-0. Volgens mij is dat de grootste zege die ik heb geboekt met de Graafschap. Ik ben het al lang vergeten, man. Het voelt wel aan als de grootste zege die wij tot nu toe hebben geboekt. Terwijl ik met te spelen. Ik heb het niet over gesimuleerde wedstrijd natuurlijk. Wel wedstrijden die ik zelf heb gespeeld. 3-0 tegen FC Groningen thuis. We gaan even kijken naar de stand op dit moment. Ajax op plek 1. PSV op plek 2. Maar Ajax heeft 1 wedstrijd meer gespeeld. Het gaat er dus 5. Maar het kan dus 2 worden. Zoals het eigenlijk al een tijdje is. Vitesse op plek 3 met 59. AZ op plek 4 met 56. Vitesse heeft nu 3 punten meer dan AZ. FC Groningen op plek nummer 5 met 52 staat nog wel stevig op plek 5. Feyenoord en PEC Zwolle, wij doen ook wel mee. Maar voor wat? Plek 6, ja oké, okay, 6. Ja, maar Feyenoord moet nog een... Feyenoord heeft een wedstrijd minder gespeeld. Fortuna zit het op plek 9. Die heeft in principe ook kans op plek nummer 8. Heerenveen op plek 10 met 39. FC Utrecht... Oh, FC Utrecht doet het niet heel lekker. Excelsior, Heracles, FC Emmen, ADO, NAC, VVV en Willem 2. We zitten dus op plek nummer 8 nog steeds. Jongens, we hebben nog 2 wedstrijden te gaan. Excelsior en ADO Den Haag. We spelen de wedstrijd tegen ADO. We simuleren de wedstrijd natuurlijk tegen Excelsior. Oké, we gaan even kijken. Rol van manager bij Atalanta. Oké. Atalanta gaan we natuurlijk afwijzen, maar wel... Ja. Leuke aanbieding. Blessure tijdens training. Robert Klaassen is 9 dagen uit de roulatie. Dat is best wel jammer. Maar goed. We gaan naar de volgende scout verslagen. Sam Hendricks. En ik zie weer weinig. Ik zie weer heel weinig. Er zit niks tussen, helaas. Baptiste Belcourt is in Portugal. En het begint een beetje... Ja, volgens mij is dit omdat het misschien het einde is van het seizoen. En alle spelers zo'n beetje zijn gescout. Want dit zijn hele slechte... jeugdspelers. En we hebben de beste scouts dus. Sam Jacobs is terug met zijn scoutverslag vanuit Schotland. En ik zie al meteen eentje. We gaan deze even afwijzen. Ook. Wat een naam is dit. Potentieel is dan weer slecht. Dat is wel jammer. Kirk McCutcheon. Oké. Okay. McCutcheon. Whatever. Algemeen is netjes. Potentieel valt tegen. Contracteren. Het is een keeper. 15 jaar pas, contracteren. We hebben veel 15-jarige keepers.
En de rest gaan wij niet doen, want ze zijn niet goed genoeg. Nou, valt best wel tegen. De wedstrijd tegen Excelsior gaan wij simuleren. Trouwens, Klaas is terug, dus gelukkig. Dit is een belangrijke wedstrijd. En laten we even kijken. Excelsior heeft van de laatste 3 wedstrijden er 2 gelijk gespeeld en 1 verloren. Dat is tegen Ajax. Oké, ze hebben wel. Oké, Pex Zwolle. Feyenoord, toch wel een goed resultaat. Gelijk spelletje. Maar we gaan goed kijken. Hamo. Ik verwacht veel van Hamo en Doan en Dekker. En hopelijk kunnen ze het waarmaken. Van der Pavert is geblesseerd. Is nog in de wedstrijd. Jongens, waar is Hamo? En waar is Doan? Dit zijn belangrijke minuten. Dit zijn hele belangrijke minuten. Kunnen we een doelpunt maken? Ja of nee? Och! Wacht even. Excelsior scoorde. En de Haan heeft ons gered. Meteen na het doelpunt. Een minuut na het doelpunt van Kanepeel. Scoort de Haan. Dus ik moet. Ja. De Haan. Man of the match sowieso voor ons. Wauw. Dit van de paal voor 2 dagen. Dat is niks. En we gaan even kijken naar de stand nu. We gaan kijken naar de stand. Ajax en PSV. Het verschil is nog 2. Als Ajax 1 fout maakt. Gaat PSV er waarschijnlijk overheen. En ja, als PSV een fout maakt, dan is het afgelopen voor PSV. Vitesse op plek 3 met 62. Het verschil is nog steeds klein met AZ, maar 3 punten. Dus ook Vitesse moet de volgende wedstrijd winnen. Even kijken, wat hebben we nog meer? FC Groningen zit vast op plek 5. Dus die zijn safe. Feyenoord kan nog een plek verliezen aan ons en PEC Zwolle. Oké. Doelsaldo is wel beter, dus wij gaan er niet meer worden. Alleen PEC Zwolle heeft nog kans. PEC Zwolle kan dus nog voor plek nummer 6. Wij staan op plek nummer 8. Wij kunnen nog zakken naar... Wij kunnen nog zakken buiten de top 10. FC Utrecht, Heerenveen en Fortuna Sittard hebben alle 3 43 punten. Wij hebben er 45, dus we moeten minimaal een gelijkspelletje uit de laatste wedstrijd halen. Wauw. Als we de laatste wedstrijd tegen Excelsior... hadden gewonnen, was het klaar. En dan waren we waarschijnlijk ook boven PEC Zwolle op dit moment. Maar, dit is een... Oké, wacht even. Fortuna Sittard. Tegen wie gaat Fortuna Sittard? Tegen Ajax, oké. Fortuna Sittard gaat tegen Ajax. Dus de kans is groot dat Fortuna Sittard het niet gaat halen. Heerenveen gaat tegen NAC. Dus de kans is groot dat Heerenveen de wedstrijd wint. Want NAC is niet in goede doen. FC Utrecht gaat tegen FC Emmen en ook... Utrecht maakt een goede kans om die wedstrijd te winnen. Dus wij moeten de laatste wedstrijd winnen om in de top 10 te blijven. Het is duidelijk. Dit zijn de 11 voor de wedstrijd tegen ADO Den Haag. We spelen in Den Haag in het Cors Jeans Stadion. Gobou op doel. Afanainu als linksback. Van der Pavert en Abena als centrale verdedigers. Owusu als rechtsback. Vet en Klaas als verdedigende middenvelders. Doan als aanvallende middenvelder. Hamdawi als linksbuiten. Dekker als rechtsbuiten. En Hamo in de spits. Dit is de finale. Als we deze wedstrijd verliezen, is de kans groot dat we buiten de top 10 eindigen. Yo. We spelen 4 minuten ultiem. Ik weet niet, man. Dit gaat hem. We gaan gewoon. We zijn in Den Haag. Dit is de finale wedstrijd. Het is ook een echte finale wedstrijd. Want als we deze wedstrijd verliezen, kunnen wij buiten de top 10 belanden. En dat is natuurlijk iets wat wij niet willen. Ik zie al meteen een speler die ik herken. Johnson. Speelt, komt vanuit Engeland. Kayati, Becker, Nesit, Kanon. Ja hoor. Ja. Oeh. Laatste wedstrijd van het seizoen. De finale wedstrijd. De finale aflevering. Doan en Hamo zijn op tijd in vorm. En ook Dekker is aan het vlammen. Dus daar ben ik blij om. De verdediging voelt wel sterker aan nu ik de wijzigingen heb doorgevoerd. Afanainu is linksback. Owusu als rechtsback. Dat voelt gewoon veel beter aan. We gaan de wedstrijd starten. Hou hem binnen. Ham. En
En ik heb het gevoel dat er een doelpunt aankomt. Nee, geen doelpunt. Lex Immers. En wij komen verschrikkelijk goed weg hier. De bal kwam er niet bij, dat is duidelijk. Hamel. Moet een doelpunt zijn, jongens, wat een aanval. Oh, verdiende een doelpunt. Dekker komt niet langs Kanon. Kunnen we natuurlijk wel verwachten. En nu hebben we Nesit. Nesit, moeten we stoppen. Nesit, moeten we stoppen, jongens, we stoppen hem niet. We kunnen niet. Gobou maakt weer een fout. Dezelfde soort fout die hij maakte een paar wedstrijden geleden. Dit is 100% voor de keeper. En juist in de laatste wedstrijd gebeurt dit. Oké. Dat is echt zo zuur. In de laatste wedstrijd krijgen we dit tegen. Dit. Weet niet wat de keeper doet, maar we staan achter met 1-0. Het laatste wat we willen is achterstaan met 1-0. We kunnen natuurlijk nog gelijk spelen, maar het wordt moeilijk om te winnen op dit moment. En Deuker staat buitenspel. Jezus. Kom op nou, Dekker man. De belangrijkste wedstrijd van het seizoen. En de eerste helft is voorbij. We staan achter met 1-0. En ik maak me zorgen man. Ik maak me zorgen. Wij moeten ook gaan wisselen. De Haan gaat erin komen. Hamdawi. Dijkstra. En we gaan het even zo laten. Denk ik Owusu misschien. En we laten het even zo. Oh, we moeten echt een doelpuntje gaan maken. Dat gaat heel zuur worden als we niet in de top 10 eindigen. Hamel. Fout! Een fout achterin! Ik was bijna... Mijn joystick had ik bijna uit het raam gegooid. Maar hij is er nog. 1-1. Wat een fout van ADO. Wij maken een fout. Hun maken een fout. Dit kan je alleen in de finale tegenkomen. Ik wil weten wat er is gebeurd. Ik dacht, die bal is niet goed. Maar, ja, oké. Okay. Ja, man. Had hem in één keer moeten afmaken. Nu is dat doelpunt zo lelijk, man. Maakt niet uit. Doelpunt is een doelpunt. 1-1. We zijn weer terug in de wedstrijd. Woehoe! Hamel. Ik zie geen Hamel. Oké. Hier is vet. En dat is heel erg rechtsbuiten. Rechtsbuiten staat er een speler. De slijding werkt niet, joh. Oh. Nee. Zie je? Ik zag het gewoon aankomen. Ik 2-1 voor ADO. Misschien hoorde je me drukken op het schietknopje. Maar, man. Wat een finale. Kijk, hier ging het fout. Ik had een slijding ingezet, maar die bal was weg. En toen kwam mijn speler er niet meer bij. En toen was het afgelopen. Want hier, ja... Ze hebben het afgedwongen, misschien niet, ik weet het niet, maar we staan weer achter. We staan gewoon weer achter, we gaan naar voren, aanvallend voetballen nu. En wie verliest hem? Het is vet weer. Weer mijn verdedigende middenvelders. Van der Pavert is niet snel genoeg. ADO Den Haag met het volgende doelpunt en nu is het voorbij. Zoals ik al zei, heel veel afleveringen, Vet en Klaassen zijn gewoon niet goed genoeg. En hun zijn degene die ons heel veel punten hebben gekost dit seizoen. We hebben het geprobeerd, we kwamen terug tot 1-1. Maar het mocht niet zo zijn. Het staat alweer 3-1 voor ADO Den Haag. En we gaan de wedstrijd verliezen. Nu is de vraag, eindigen we in de top 10 of niet? Niemand.
Wauw. Dat is hoe het seizoen gaat eindigen. Precies die paas. Daar hebben we het hele seizoen last van gehad. Paas is die gewoon heel makkelijk horen te gaan. Maar ja, ze gaan gewoon niet. We gaan de wedstrijd verliezen met 3-1. En we hebben het geprobeerd. Maar we waren dus niet goed genoeg. Vet en Klaassen, dit is waarschijnlijk hun laatste wedstrijd als sowieso basiselftal. We gaan echt nieuwe spelers moeten halen. Nieuwe talenten. Spelers die gewoon een stuk beter zijn. En ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd op welke plek we zijn geëindigd. Hallo Heineken, we wilden je even bedanken dat je geholpen hebt bij het behalen van de naamsbekendheiddoelstelling voor dit seizoen. We wilden zorg ervoor dat wij gedurende het seizoen... deze zin is heel kapot. We wilden zorg ervoor dat wij... Waarschijnlijk bedoelt het gewoon, we wilden dat je ervoor zorgde dat wij gedurende het seizoen goede bezoekersaantallen hadden. En zonder jou was het ons nooit gelukt. Ga zo door. Dankjewel. We gaan even kijken. Dankzij je prestaties in de competitie heeft de club extra geld gekregen. Hiermee kunnen we het transferbudget dat je krijgt voor het komende seizoen verhogen. 3,7 miljoen. Maar nu weten we nog steeds niet op welke plek we zijn geëindigd. We zien het nog steeds niet, mensen. Ajax is landskampioen van het tweede seizoen. En volgens mij, dat is het eerste seizoen. Was ook Ajax, toch? PSV is geëindigd 2 punten achter Ajax op plek 2. Vitesse op plek 3. AZ op plek 4. FC Groningen, zoals ik al zei, die stond al vast. Feyenoord op plek 6. Heerenveen op plek 7. PEC Zwolle op plek 8. Er zijn nog maar 2 plekken over voor de top 10 klassering. De Graafschap op plek 9 met 45 punten. We hebben het gehaald. We hebben het gehaald. We zitten in de top 10, een top 10 klassering. Ja, dat is gewoon gruwelijk, man. Dit is gewoon, ja. Ondanks dat het verschil bijna het dubbele aantal punten is met Ajax en PSV, zitten we in de top 10. FC Utrecht is de laatste in de top 10. Op plek 10 natuurlijk met 44 punten. Fortuna Sittard heeft het niet gehaald. Excelsior op plek 12. Heracles Almelo op 13. ADO Den Haag op 14. FC Emmen op 15. NAC Breda op 16. VVV Venlo op 17. Dus Willem II is geëindigd als laatste in de Eredivisie. Gefeliciteerd aan de Amsterdammers, Ajax landskampioen van seizoen nummer 2. Wij hadden een doelsaldo van 39 gemaakt en 40 tegengekregen. Vrij slecht. 13 wedstrijden verloren. We hadden er wel 12 gewonnen. 9 gelijk gespeeld. Dus als je kijkt naar de rest in dit rijtje, zijn wij de enige die zoveel wedstrijden hebben verloren. Ook Fortuna Sittard, Excelsior had evenveel als ons verloren. Almelo had meer, Den Haag meer natuurlijk, FC Emmen, NAC Breda en VVV Venlo. Daan Dekker is gestegen met 10 algemeen punten. Van een 66 naar een 76. We hebben hem natuurlijk getraind, maar toch netjes. Afanainu is nu een 72 algemeen. De Haan is nu een 73 algemeen. En daar hebben we heel veel jeugdspelers. Van de Broek, Hoekstra, Dijkstra, De Groot, Bakker, Plattevoet, Verstraten, Smits, Goossens, Hendriksen, Leidsman, Dubois, De Wit, Abdullahi, Woesu, Hendriks, De Groot weer, Doan, Klaassen, Vet, Hamdawi is ook gestegen naar 70. Hamdawi is ook gestegen. Straalman, Nieuwpoort, Cabrera, van de Pavert, Jacobs, Abena, Rondeel, Boudou. En de spelers die niet zijn gegroeid zijn Hamo en Gbo. We gaan even kijken naar de spelers die wij kunnen promoveren. We gaan kijken naar jeugdspelers die wij kunnen contracteren. Joshua Hoekstra gaan we niet doen. Zijn potentieel is wel echt netjes. Helder Bastos, is hij er klaar voor? Een vleugelspeler, een Portugese vleugelspeler. Ik weet het niet. Ik durf het niet te zeggen of hij er al klaar voor is. 61 algemeen is gewoon helemaal niet meer goed genoeg. Zem de Groot gaan we natuurlijk promoveren. Zijn potentieel is netjes en zijn algemeen ook. Shola Mezu gaan wij ook promoveren. Even kijken. We hebben nog Luis Sanchez, 18 jaar, 63 algemeen.
hebben Guillermo Sanchez. Hebben we weer twee spelers? Oké, we gaan hem daar. Jesus Aurelio. Ik denk dat we deze spelers... Ja, we gaan ze gewoon contracteren. Wie blijven er over? Kurk blijft er over. Daniel, Telmo. Zijn alle drie 15 jaar. Die kunnen we sowieso niet. Hoekstra en Bastos zijn nog niet goed genoeg. Aurelio, even kijken. Aurelio, tempo aanval hoog. Zwakke been, 3 sterren. Skill moves, 5 sterren. Dat is echt wel heel netjes. Sanchez is een aanvallende middenvelder. Zwakke been, 4 sterren, dat is netjes. Tempo verdediging laag, maakt niet uit. Tempo aanval hoog, dat is goed. Skill moves maar 3, wat een beetje tegen, maar is niet heel erg. Ook, ja, vrij redelijk. Sanchez, tempo verdediging hoog. Dat is redelijk goed hoor. Sanchez, tempo verdediging hoog, netjes. Zwakke been, 4 sterren. Skill moves, 3 sterren. Duidelijk een verdedigende middenvelder. Kunnen we goed gebruiken. Hij is niet heel lang, dus dat is wel weer jammer. Maar goed, maakt niet uit. Meizu, de linksachter. Tempo aanval normaal. Tempo verdediging normaal. Zwakke been, 3 sterren. Skill moves, 3 sterren. Dit is gewoon echt zo'n standaard speler. En de Groot is een traditionele keeper. We gaan kijken naar hun status. Guillermo Sanchez heeft een mooi vooruitzicht. Luis Sanchez heeft potentieel om een topper te worden, netjes. Jesus Aurelio, mooi vooruitzicht. Shola Meizu heeft potentieel om een topper te worden, oké. Sam de Groot heeft ook een mooi vooruitzicht. En dat was het, dus best wel redelijk, best wel goed gedaan. Spelerscontracten die aflopen. Leidsman Abdullahi en Jordi Rondeel. En we gaan ze niet verlengen. We gaan naar de laatste scoutverslag van dit seizoen. Sam Hendricks, we gaan even kijken. Hij is in Canada. En deze moet het dan worden. Ja, oké. Laatste scoutverslag waarschijnlijk, toch? Denk ik. In ieder geval, eindelijk een Canadese speler. Deze zou ook hebben gekund, maar ja, zijn algemeen is slecht. Nee, dat was het. Jammer. Deze had gekund, maar Wouters is niet. We gaan naar Baptiste Belcourt en ik zie meteen misschien eentje. Thiago, we gaan even kijken. Nee. Thiago Abreu zou kunnen. Zou niet kunnen, we gaan het niet doen. De laatste is natuurlijk voor Schotland. En ik zie weer helemaal niks. Zoals je ziet, we hebben weer 3 scouts beschikbaar. En ik ga even kijken naar... Azië dus, IJsland. Daar gaan we dus heen. Voetbalmomenten zijn Nederland, België, Duitsland. Duitsland wordt het dus. Even kijken. IJsland bestaat niet, dus we gaan naar de Verenigde Staten. Hallo Heineken. Eerder dit jaar streefden we naar... Houd de salarissen van de spelers onder controle... en zorg ervoor dat ze met niet meer dan 20% verhoogd worden. Nu onze eerste financiële rapporten binnen zijn... kunnen we bevestigen dat dit doel is bereikt. Oké. Gaat geen idee. Bedankt voor uw inzet bij het behalen van de groei van de Graafschap. Niet alleen als voetbalclub, maar als onderneming. We gaan gewoon even kijken naar de rest van de doelstellingen. We beginnen bij jeugdafdeling. Oké, 2 seizoenen, maakt niet uit. Naamsbekendheid is dus gelukt. Raak uitverkocht. Ik zei het toch? 13 van de 17 wedstrijden. Dat bedoelen ze toch? Minimaal 50%. Oké, sowieso, we hebben het gehaald. Financieel houdt salarisverhogingen van de spelers onder 20%. Is ook gelukt. Sluit het seizoen af met een winstmarge van 20 miljoen. Dat heb ik toch gehaald? Volgens mij wel. Succes thuis. Eredivisie eindigt in de middenmoot. Ja, is ons gelukt. Oranje Beker haalt kwartfinale zoals ik al zei in die aflevering of die daarna. In ieder geval, we hebben die doelstelling ook gehaald. We hebben een goed seizoen gedraaid. Dat is gewoon positief. Maar er zit ook een nadeel aan. Volgend seizoen zullen we dus minstens net zo goed moeten presteren. Maar ik wil nog zelf beter presteren dan dit seizoen. Ik wil Europa in. Ik weet, we hebben nu niet de spelers ervoor. Maar even kijken. We hebben op dit moment 21,5 milli. Ja man, we gaan een paar spelers halen. Laatste mail van het bestuur. Eerder dit jaar streepten we naar het einde het seizoen met een winstmarge van 20 milli. En ik weet dat we deze al hebben behaald. Dat had ik net al gezien. Maar alleen toen stond er nog geen vinkje. Maar goed, nu dus wel. Nu onze eerste financiële rapporten binnen zijn, kunnen we bevestigen dat dit doel is bereikt. Bedankt voor uw inzet. En we gaan even kijken. Officieel, waar is het? Sluit het seizoen af met een winstmarge van 20 milli. We hebben het gewoon gedaan.
Als je het begin van het seizoen had gezien, zou je denken, dat halen we nooit. Maar het is ons gelukt. We hebben wel echt jeugdspelers moeten verkopen, maar dat zei ik al. We gaan gewoon echte spelers daarvoor terughalen. Mensen, dit is het einde van seizoen nummer 2. Finale is voorbij. Het is ons gelukt. We zijn in de top 10 geëindigd. We hebben 20 miljoen op de bank. Er komt waarschijnlijk meer aan volgend seizoen. Plus sowieso gaan we een paar jeugdspelers verkopen. Dus ik hoop dat we minimaal 40 miljoen kunnen krijgen. Ik hoop dat we sowieso met ongeveer, laat me kijken, 30 miljoen kunnen starten. Dus ja, we gaan gewoon kijken. We weten allemaal hoe FIFA 19 te werk gaat. Maar in ieder geval, bedankt voor het kijken. Vergeet niet, duimpje omhoog. Dat helpt echt bij deze serie. Abonneer op mijn kanaal als je deze serie doof vindt. En klik op het belletje, want dan krijg je meteen een notificatie nadat ik heb geüpload. Direct daarna. Maar voor nu, I'm out. Ik was het even vergeten, maar in ieder geval, we hebben nog het laatste mailtje van het bestuur. Geachte Heineken, het einde van het seizoen is aangebroken en we zijn bijzonder te spreken over uw prestaties. De spelers en staf kijken naar u op en u hebt zich de visie van de club op een geweldige manier eigen gemaakt, zowel binnen als buiten het veld. Wij zouden erg blij zijn als u het komende seizoen bij de club blijft. Hoogachtend, de directie. Tuurlijk, we gaan gewoon. En nu, I'm out.